Wouter Beke, wat staat er op het spel op 26 mei? Ja, er staat ontzettend veel op het spel, want het zijn verkiezingen voor het Vlaams parlement, het federaal parlement en het Europees parlement. Dus dat betekent dat de kiezers toch wel de keuze gaan maken om na 26 mei, zowel voor een Vlaams als een federale regering, te zeggen welke de richting moet zijn. Maar inhoudelijk bedoel ik, wat is de inzet voor de gemiddelde Vlaming? Voor ons is de inzet van deze verkiezingen levenskwaliteit. Dat is zorgen dat de Vlamingen een goed leven, een gerust leven en een gezond leven kunnen hebben. Mm-hmm. Een goed leven, dat wil zeggen jobs, inkomen, koopkracht. Een gezond leven betekent de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Een gezond leven voor zichzelf, maar ook zijn leefomgeving. En een gerust leven, dat is zorgen dat de Vlaming veiligheid en bescherming heeft. Mm-hmm. Dat lijkt mij heel veel, die paraplu. Als je kijkt naar die federale regering en de Vlaamse, waar jullie ook in zaten, heeft die dat waargemaakt? Is dat, Ja, absoluut. Ja? Als je kijkt naar een goed leven, jobs, inkomen, koopkracht. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Er zijn 240.000 jobs gecreëerd. We hadden in ons eigen sociaal-economisch plan van 5 jaar geleden gemikt op 220.000 jobs. Mm-hmm. We halen dus 11 op 10. Mm-hmm. Dat heb ik op school nooit gehaald. Ja. En... als je dan kijkt naar, ja, er is natuurlijk wel wat kritiek geweest op sociaal-economisch, toch die begroting niet helemaal in orde gekregen. Dus daar dan 4 op 10? Of? Ja, die begroting die komt beter. En er zijn interne en externe factoren die daarmee bepaald hebben. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat een aantal ministers meer hun huiswerk hadden kunnen doen. Mm-hmm. We hebben, als het gaat over de budget van de RVA, de werkloosheid, die zijn met 2,6 miljard euro gedaald. Hè. Chris Peeters heeft op zijn eentje een derde van het hele begrotingstraject gedaan. We hebben ook rentemeevallers gehad. Maar als het gaat over de hervorming van de overheid, de redesign, die ging honderden miljoenen opbrengen, ja, daar zijn sommigen wel schromelijk de mist in gegaan. Stefan van den Put zit ondertussen in Hasselt als burgemeester. Dus. Ja, en die is daar intussen aan het zorgen dat de treinen die we beslist hadden om daar te laten rijden, er niet meer zouden rijden. Hè. Mm-hmm. Maar waar het eigenlijk, er zijn ook externe factoren die we niet in de hand hadden. Ja. Laat ons eerlijk zijn. De aanslagen die hadden we niet voorzien, die migratiecrisis die hadden we niet voorzien. Ja, de groeivertraging ten gevolge van de Brexit, de onzekerheid die dat meebrengt, die hadden we ook niet voorzien. Ja. Dus er zijn wel dingen ja, die het pad gekruist hebben, die we niet hadden voorzien. En daar moet vriend en vijand van zeggen, à décharge, dit heeft het ook wel niet vergemakkelijkt. En vertel eens over die 5 jaar coalitie nu. Ja, je zegt 11 op 10 als je puur het rapport van de jobs bekijkt, maar in globo... het was een heel ander project. Het is niet zo positief geëindigd, hè, want het is uiteraard de N-VA die eruit getrokken is. Daarna die minderheidsregering. Hoe blik je daar nu op terug? Op heel dat, Ja, het is niet goed geëindigd. Dat kan ik alleen maar ook samen met u vaststellen. Als je een regeerakkoord maakt, dan ga je ervan uit dat je dat doet voor 5 jaar. En dan hou je er eigenlijk geen rekening mee dat iemand vlak voor de eindmeet eruit trekt. Mm-hmm. Wij zijn ook 5 jaar geleden gestart met een heel duidelijk sociaal-economisch project. En de regering is gevallen rondom een ander thema, mm-hmm. dat daar niks mee te maken had. Dus men heeft een reden gezocht om die regering te laten vallen, doelbewust denk ik. Want men was daar al een jaar mee bezig met die te saboteren, hè, de tasjes uit de regering enzovoort. Om uiteindelijk die regering te laten vallen. En dat vind ik wel jammer, want we hadden heel veel dingen samen kunnen doen. We hebben ook heel veel dingen samen gedaan. Maar het is jammer dat dat niet goed is afgesloten. Om terug te komen op uw vraag over de begroting. Ja, de begroting 2019 is niet gestemd geworden, omdat de N-VA uit de regering is gestapt en uiteraard de oppositie gezegd heeft, ja, wij gaan die ook niet mee goedkeuren. Mm-hmm. Hadden we die wel kunnen stemmen, dan hadden we ongetwijfeld ook een beter begrotingstrekker nog kunnen neerzetten. En wat is dan de conclusie voor u als voorzitter van CD&V? Kan je opnieuw met N-VA dan coalities maken als je ziet dat ja, ze eigenlijk... Maar we zitten in een coalitie met de N-VA. We hebben nog een Vlaamse regering, mm-hmm. met liberalen en met nationalisten. Dus we hebben daar samen, we besturen daar samen. Mm-hmm. Daar heeft de N-VA niet de stekker eruit getrokken, daar zijn ze niet gaan lopen. Nee. Maar zij waarschuwen opnieuw voor een groot links gevaar, linkse regeringen. Maar ja, als je dan doorredeneert, is
opnieuw een rechtse regering, toch een regering met CD&V. Dus vandaar dat ik de vraag stel aan u. Is dat... Ja, maar eerlijk gezegd, al dat soort van grote verklaringen, ik neem dat allemaal met een bijzonder grote korrel zout. Mm-hmm. Zij hebben de Zweedse regering getorpedeerd, de regering Michel naar huis gestuurd en lopende zaken gebracht. Mm-hmm. Dus zij zijn de saboteurs van dat Zweedse project geweest. Ja. Je kan niet anders als... Dat is wel vreemd, want zij zeggen dat over u ook. Hè. Ze zeggen CD&V zat op de bagagedrager, of hoe heet dat? Ja, maar dan... raad ik toch aan dat ze zelf eens het regeerakkoord lezen wat wij samen onderhandeld hebben. Want de tweede paragraaf van dat regeerakkoord, dat gaat over het sociaal overleg. Hè. Mm-hmm. Ik verwijs er naartoe omdat uw vraag vooral daarover gaat. Mm-hmm. Maar in het regeerakkoord, de tweede paragraaf, staat dat we het sociaal overleg gaan respecteren. Ja. En de overeenkomsten die worden gemaakt, dat we die gaan uitvoeren. Als andere partijen dan anders daarover gaan denken en anders naartoe gaan handelen... wie saboteert dan de afspraken? Mm-hmm. Ik bedoel, als je afspraken maakt, dan moet je je daaraan houden. Ja. Dat is een eenvoudige en simpele regel. Wij hebben afspraken gemaakt gedurende 5 jaar en we hebben ons daaraan gehouden. En het ware goed geweest dat anderen zich daar ook aan gehouden hebben. Mm-hmm. Dat is alleen een vaststelling die ik kan maken. Want je merkt wel op, zowel Open VLD als N-VA heeft in het programma nu staan, dat ze eigenlijk die groep van 10 allemaal willen uithollen, dat sociaal overleg... ja, eigenlijk willen afschaffen. Ja, maar we zullen dat zien. Hè. We zullen ook zien wat van hun verkiezingsbeloften na de verkiezingen overeind blijft. Mm-hmm. Ik stel vast dat men in de kiesintenties die men moet aangeven, dat men zegt, wij willen de index afschaffen. Dan geeft men interviews om te zeggen, ja, nee, we gaan dat toch niet helemaal doen. Je hebt het dus over in Jan Bon nu. Ja, wie gelooft dat allemaal? Dat was ook een slogan in 2014. Hè? Wie gelooft ze nog? Ja, maar... dat is toch maar een eenvoudige vaststelling die kan doen. Als je in een stemtest zit, wij gaan de index afschaffen en dan nadien zegt, de mensen hebben dat niet zo graag, dus we gaan dat niet doen. Dan denk ik, wie moet dat allemaal echt geloven? Ik vind, wat ons betreft, wij doen na de verkiezingen wat we voor de verkiezingen beloofd hebben. Iedereen kan ons sociaal-economisch plan leggen naast de resultaten die we nu geboekt hebben. En dat is ook de beste maatstaf om van de mensen het vertrouwen te kunnen krijgen. Ja. Wanneer ga je gelukkig zijn op 26 mei 's avonds? Ik ga gelukkig zijn als wij een kiesuitslag halen die van de provincieraadsverkiezingen benadert. En toen zat je op? Toen zaten we op 19,7%, ja. wat voor de provincieraadsverkiezingen een goede uitslag was. Het is eigenlijk ook de echte enige peiling voorbij 5 jaar. Die echt relevant is. Dus dat wil toch zeggen dat 20% realistisch is? We worden nu om de oren geslagen met peilingen waar dat 2 op de 3 Vlamingen van zeggen, ja, we weten nog totaal niet voor wie we gaan kiezen, maar in oktober is men wel gaan kiezen. Hè. Toen heeft men de daad bij het woord gevoegd. Het zet wel een beeld, hè, die peilingen. Het is niet comfortabel, hè. CD&V op 14%. Nee, en u rondt al af naar beneden, dan is het zeker niet meer comfortabel. Excuses. En als dat de kiesuitslag is, dan ga ik daar niet tevreden mee zijn. Ja. Maar nog eens, ik denk dat wij ook een ander uitgangspunt hebben. En dat is in oktober toch ook bevestigd geworden. Ja. Wat is je droomcoalitie? Mijn droomcoalitie is er één die werk maakt van die levenskwaliteit, van dat goed, gezond en gerust leven voor de mensen. Mm-hmm. Die inzet op die jobs en op die koopkracht. Die zorgt dat we onze gezondheidszorg nog betaalbaar gaan kunnen houden en onze leefomgeving ook leefbaar kunnen houden. En die intussen ook zorgt voor veiligheid en bescherming voor de mensen. Dat was niet helemaal mijn vraag, maar bon, het ging eerder over met wie... Maar ik doe aan dat soort spelletjes niet mee van met wie heb je een ideale coalitie. Allee, ik wil terugverwijzen naar Antwerpen. Voor de verkiezingen zegt men, wij willen Zweeds verder gaan. Ja. Na de verkiezingen maakt de kiezer dat mogelijk. Hè. Er was een meerderheid om dat te doen. En al op de avond van de verkiezingen zegt men nee. Ingeruild voor SPA. Ja, zeggen de nationalisten, de N-VA, wij pakken een bocht naar links. Wij doen het met de socialisten. Dus ja, hoe geloofwaardig is het om vandaag daar grote stevens over te doen? Maar ik vind natuurlijk de huidige coalities. Maar dat doe je toch op basis van inhoud? Ja. Dat doe je op basis van datgene wat je dan met de kaarten die dat de kiezer geschud heeft op 26 mei, gaat zeggen van oké, hoe gaan wij nu een coalitie mogelijk maken? Ja. Ik zie dat Wever zegt, hè, nooit met de PS. Ik zie dat Jan Bon voor de Franstalige media dan gaat zeggen, ja, het zal niet gemakkelijk zijn, maar we sluiten dat toch ook niet uit. Dus er wordt er vandaag van alles over gewabbeld. Maar nog eens, daarmee brengt je de geloofwaardigheid niet terug naar de politiek, wel een tegendeel. Nee, maar als je het nu over je eigen partij hebt, dan hoor ik eigenlijk zeggen van wij zijn niet gebonden, wij gaan geen assen vormen. Want in 2014 heb je wel toen gezegd, ja, MR hebben we toch wel een speciale band mee. Ja, absoluut.
Geldt die opnieuw dan, die as? Die samenwerking de voorbije 5 jaar, die is bij ons door CD&V als zeer positief beoordeeld. Ik had dat 5 jaar geleden al voorvoeld dat dat wel goed zou zitten. Mm-hmm. En dat is ook uitgekomen. Op dat vlak moet je op voorhand je huiswerk ook heel goed doen. Mm-hmm. We hebben op al die thema's ook ontzettend goed samengewerkt. Hè. Als we het hadden over het sociaal overleg respecteren, mm-hmm. dan is het de CD&V samen met de MR die dat gezegd heeft. Als het ging over werkloosheid aanpakken, ja, laat ze degressief maken. Dat staat in de afspraken die we gemaakt hebben. En we zeggen, ja, samen dat gaan we doen, maar niet de dingen die buiten de afspraken liggen. Dus dan denk ik, ja, oké, droomcoalitie, snap dat je daar niet te ver in wil gaan, maar er zijn wel twee dingen die volgens mij zeker zijn voor jullie. Dat is met CDH, waar je de vorige keer niet zo was, maar dat is toch uw zusterpartij, en eventueel met MR. Dat zijn de meest bevoorrechte banden. Ja, wat mij betreft wel. Mm-hmm. Daar maak ik ook geen geheim van. Ja. Maar het is de keuze van die partijen op dat ogenblik ook zelf om te zien wat dat ze willen doen. Ik had CDS er in 2014 ook graag bij gehad. Ik denk dat dat voor de stabiliteit van de regering nog veel beter was geweest, dat ze erbij waren. Ik denk dat ze daar eigenlijk ook spijt van hebben dat ze toen een andere keuze gemaakt hebben. Dat zie je ook aan de andere keuze die ze halverwege de legislatuur gemaakt hebben. Mm-hmm. En dan heeft men toch een coalitie met de MR gaan maken. Maar ik kan ze natuurlijk niet dwingen. Hè. Dat zal de kiesuitslag bepalen. Ik denk dat meer dan ooit tevoren de kiesuitslag wel echt heel bepalend zal zijn voor coalitievormingen in Wallonië, in Vlaanderen en op federaal niveau. Ja. Wat is het slechtst mogelijke scenario? Voor ons, dat is... Voor het land? Dat is hetzelfde. Misschien valt dat samen. Ja? Dat valt samen. Voor een partij zoals de onze, die gericht is op het dienen van het algemeen belang en niet van deelbelangen aan de linker of aan de rechterkant, valt dat inderdaad samen. En ik denk dat het slechtste zou zijn dat men probeert coalities te maken die ons uitsluiten. Zoals men op sommige plaatsen gedaan heeft. Zoals in Antwerpen. Daar heb je al eens voor gewaarschuwd, dat die Bourgondische coalitie misschien wel eens N-VA en SPA een voorakkoord... Ja, ik heb alleen in herinnering gebracht wat men daarover voor de verkiezingen gezegd heeft. En misschien word ik nu geconfronteerd met mijn eigen woorden, namelijk je moet ze gewoon niet geloven wat ze daar allemaal over zeggen. Maar de beelden zijn bekend van de voorzitter van de N-VA en de burgemeester van Antwerpen, die gezegd heeft wat er in Antwerpen zal gebeuren voor de verkiezingen, dat zullen we ook meedragen op Vlaams niveau na de verkiezingen. Ik heb daar toen tegen gefulmineerd, omdat ik het democratisch gewoon noton vind. 500.000 Antwerpenaren die mogen kiezen voor hun toekomst. Maar op 26 mei mogen 6,5 miljoen Vlamingen kiezen voor hun toekomst. En die toekomst kan niet alleen afhangen van de kiezers van Antwerpen van oktober 2018. Mm-hmm. Zo werkt dat toch niet? Dat is toch niet democratisch? Dat stoot tegen de borst. Ja. Het is geen goede relatie, hè, tussen u en voorzitter van N-VA? Maar we hebben 5 jaar geleden samen regeerakkoorden gemaakt, zowel op Vlaams als op federaal niveau. We hebben die ook grotendeels uitgevoerd. En dat hebben we toen op een heel correcte manier gedaan. Maar ik steek niet weg dat er gaandeweg de rit wel af en toe uitspraken zijn geweest en dingen zijn gebeurd waarvan ik gezegd heb, ja, dat is gewoon tegen de afspraken die we daarover gemaakt hebben. En zo help je een coalitie ook niet vooruit. Ik heb op 14 oktober, bij de gemeenteraadsverkiezingen, hebben wij in Vlaanderen heel veel van onze burgemeesters zien vooruitgaan. Mm-hmm. En ze hebben ook hun coalities zien vooruitgaan. In mijn eigen gemeente was dat het geval. Mm-hmm. En je kan er als coalitie met twee op vooruitgaan als je elkaar ook iets gunt. Ja, voorraden dat er ruimte is voor Maar als je elkaar iets misgunt... en als je vindt dat je de andere voortdurend in de gracht moet rijden, zoals dat de voorbije jaren toch wel gebeurd is. Dat is het netto resultaat van Zweeds, dat iedereen verliest. Wel, dan verliest iedereen. En dat is een basiswet in de politiek die ik altijd heb gekend, die ik ook altijd aan onze mensen heb voorgehouden, ook op dat lokale niveau. Mm-hmm. Dat is geen zero-sum game. Het is niet wat de ene wint dat de andere verliest. Dat hoeft zo niet te zijn. Mm-hmm. Maar dan moet je elkaar wel weten te respecteren. En dat gevoel van respect... voor diegenen die de voorbije 5 jaar het schouwspel hebben gezien, ja, dat heb ik niet altijd gevoeld. Dat is juist. Mm-hmm. U zei daarnet, het belang van CD&V valt samen met Land, het staatsdragende partij. Heb je dan geen kandidaat-premier nodig?
Wel, mocht dat ooit het geval zijn, dan zullen we die leveren. Daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Maar dat is wat ons betreft niet de inzet van deze verkiezingen. De inzet van de verkiezingen is welk project willen we de komende 5 jaar bouwen. Mm-hmm. Maar het is toch een legitieme vraag. Wie gaat dat leiden? Heb je een leider? Maar we hebben geen rechtstreekse verkiezingen. Hè. Sommigen doen nu alsof dat zo zou zijn. Nee, maar in 2014 hadden jullie die kandidaat? Was Chris Peeters die nee, duidelijk... Chris Peeters was kandidaat minister-president. En ik denk dat de verkiezingen in Vlaanderen ook eenvoudiger in elkaar liggen dan op federaal niveau het geval was. Mm-hmm. Maar wie had in de campagne van... En daar dan? Hilde Krivit? Maar wie had in de campagne van 2014... durven denken dat uiteindelijk Charles Michel premier zou worden. Als we daar een wedstrijd op gedaan hadden, had geen 5% erop ingezet. Goed, maar nu is hij ook kandidaat. Charles Michel zegt, ik wil graag een nieuwe termijn. Ja, maar het omgekeerde zou toch ook raar zijn? Dat een uittredend premier die opnieuw een kamerlijst trekt, dat die zegt, ik wil mijn job verder zetten. En is het dan vreemd dat Jan Bonde zich presenteert eigenlijk? Ja, dat is dat vreemd. Maar ik draai het om. Hè. Hij heeft een paar maanden geleden gezegd dat totaal ongeloofwaardig zou zijn als een Vlaams nationalist zich Belgisch premier zou stellen. Hè. Jan Bon is kandidaat premier van een land dat hij eigenlijk wil afschaffen. Dus hoe geloofwaardig is dat? Ik laat het aan de mensen om daarover te oordelen. Ik denk dat de echte reden is dat men op die manier het stappen uit de regering... Wil verdoezelen en maskeren. Ja. En dat men, want dat hebben de kiezers niet geapprecieerd. Ja. En dat men probeert, dat is een goedkope truc, om dat wat weg te wissen. Mm-hmm. Ik herhaal nog even mijn vraag aan Hilde Krivits. Want u zegt, ja, Vlaams ligt het makkelijker. Is zij dan jullie kandidaat, minister-president? Hilde Krivits is vandaag vice-minister-president. Ja. Dus ze is al bijna minister-president. Ze is het al een paar keer al de facto geweest. Ja. En ze heeft een ontzettend goed track record als vice-minister-president en ook minister van Onderwijs. Mm-hmm. Ik was gisteren op een debat over onderwijs. Niet altijd gemakkelijk. Ze heeft soms ook tegenwind gekregen. Ja. Maar het applaus dat ze daar in de zaal van al die leerkrachten en directies gekregen heeft, dat was fenomenaal. Dat heb ik nog maar weinig anderen zo in ontvangst zien nemen. Want N-VA claimt die post nu, zeggen ja, wij willen de volgende minister van Onderwijs. Maar ik denk dat Hilde Krivits moet daar niet tegenin gaan. Zij moet gewoon voor het hoogste mikken. Wel, ik vind alleszins dat ze alle capaciteiten heeft om dat te kunnen zijn. Om het te doen, ja. Oké. Okay. Misschien nog één vraag. Hoe kijk je naar Franstalig België? Wat gebeurt er daar? Want het loopt al toch wel anders dan bij ons. Ja, inderdaad. In Franstalig België zie je dat de MR toch wel zwaar klappen krijgt als meerderheidspartij. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de val van de regering. Hè. Mm-hmm. En in die zin snap ik het ook niet goed, de manier waarop... En men vanuit de VLD en de N-VA de premier toch wel heel zwaar getackeld heeft. Ja. Ja, dat is een beetje de tak afzagen waar dat je zelf op zit. Ja, je noemt daar VLD ook, hè, want die zitten nu wel mee nog in dat minderheidskabinet, maar ze hebben de laatste weken, maanden zich eigenlijk heel... Ik vond dat... Je kan inhoudelijk van mening verschillen. Er zijn ook thema's waar dat we met de MR niet 100% eens over hoeven te zijn. Mm-hmm. Maar als je samen in een regering zit, dan probeer je die intern toch uit te discussiëren. En dan ga je hier in het parlement toch niet voortdurend daar een cinema over opvoeren. Mm-hmm. Dus ik vind en ik vond dat strategisch absoluut niet verstandig. Maar ik vind dat menselijk ook soms wel pijnlijk geweest. Ja. Politiek is een harde stil, maar uiteindelijk gaat het toch ook wel over bondgenootschappen zoeken en menselijke verstandhoudingen die op een gegeven moment spelen. Mm-hmm. Want het zijn die verstandhoudingen die op moeilijke momenten, als het er echt toe doet, ervoor zorgen dat het overeind blijft. Dat je overeind blijft, dan wel dat je door de knieën gaat. Ja. Misschien nog één ding persoonlijk. Je bent nu een van de langstzittende voorzitters ondertussen al. Wat brengt het voor u na de verkiezing? Ik heb er nog geen grijze haren van gekregen. Ik zie er nog geen, maar... Dus het is een teken dat ik dat de voorbije jaren... Uithoudingsvermogen. Een goed dat zal wel zijn, maar ook omdat ik dat met veel enthousiasme en bijzonder graag gedaan heb. Ja, absoluut. Maar misschien toch is het tijd voor iets anders na de verkiezing. We zullen zien. We hebben om de 3 jaar voorzittersverkiezingen. Dus om de 3 jaar kan er iemand rechtstaan die zegt, ik heb vandaag de ambitie om de partij te leiden. En dan zijn het de kiezers die daarover oordelen. Mm-hmm. Ik heb in 2016 een mandaat gekregen van de kiezers om onze verkiezingen van 2018 en 2019 voor te bereiden. Ja. En ik wist dat 2018 een belangrijk moment zou zijn. Want als dat niet goed zou lopen, dan zou men natuurlijk ook naar de voorzitter kijken. Uw hoofd ligt eigenlijk altijd op kablokken. En
Ja, maar dat is altijd zo, bij elke partij zo. Mm-hmm. Je moet zorgen dat je een partij goed kan beheren, maar je moet ook een partij leiden natuurlijk. En ik heb het mandaat gekregen om nu die verkiezingen voor te bereiden, de lijsten te maken, het programma te maken, die campagne uit te rollen. Ja. En dan zullen we wel zien na de verkiezingen, dan is het opnieuw aan onze leden om daarover te beslissen. Oké, Sarah. Dank u wel, Peter Beek. Alsjeblieft.